Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik had jullie een filmpje beloofd als mijn nieuwe Scepter-ei aangekomen zou zijn. Wel, dat is nu het geval. Zoals dat jullie kunnen zien, staat hij hier voor jullie in het filmpje. Hij is heel snel aangekomen. Ik had hem besteld en toen ik een mail kreeg dat hij op weg was naar hier vanuit Nederland, kwam die een dag later al aan hier in België. Dus de post was heel erg snel. En dat vond ik wel heel erg leuk dat die zo snel aankwam. Zoals dat jullie zien is het echt een heel prachtig ei. Ze worden wel drakeneieren genoemd, deze Scepter-ei-vorm. Omdat ze ja, gewoon heel erg op drakeneieren lijken. Ze lijken op een ei-vorm. En ja, het is echt heel speciaal. Ik heb al een vele andere video's laten, mijn eerste Scepter-ei laten zien. Maar ik had altijd al het gevoel gehad dat ik er twee in huis mag hebben. Dus dit is dus mijn tweede. En ik ben heel erg blij dat hij er is. Toen ik hem gisteren aangekomen. En toen ik hem gisteren uitpakte, ik hield hem in mijn handen. En ik heb hem uitgebreid verwelkomd. Ik heb gezegd dat hij van harte welkom is. Dat het echt een schoonheid is. En ja, hier is hij dan. Ik ga daar nog heel veel mee op afstemmen. Op de prachtige energie. Van Scepter-ei-eier is er ook wel vaak bekend dat er een drakengids aan verbonden is. Voor diegenen die nog niet veel over de draken weten, draken zijn eigenlijk heel erg liefdevolle wezens die ons helpen in op ons spirituele pad. Die heel erg verbonden zijn met Moeder Aarde. Die ja, Moeder Aarde beschermen en helpen in het ascensieproces. Ze helpen de mensheid ontwaken. En iedere persoon die open staat voor hun, daar zijn sowieso wel één of meerdere drakengidsen bij. Ik heb heel erg veel drakenkunst. Twee Scepter-ei-eieren in huis, drakeneieren. Ik heb drie drakenskulls. Dus ja, ik heb sowieso wel heel erg veel drakenenergie rondom mij. En waarschijnlijk ook wel meerdere drakengidsen. Ik voel me heel erg verbonden met de drakenenergie. Ik werk er heel erg graag mee samen. Voor mij voelen ze heel erg vertrouwd aan als oude vrienden. En dus hier aan in dit prachtige Scepter-ei is natuurlijk ook een drakengids verbonden. Ja, dus ik ga er natuurlijk nog heel erg veel mee samenwerken. En ik kijk er heel erg naar uit. Ik ben heel erg benieuwd wat het mij brengen zal. En ja, dit wil ik vandaag nog graag even aan jullie delen. Dus bij deze hebben jullie mijn nieuwe prachtige Scepter-ei gezien. En ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne tijd toe. En heel erg veel liefs van mij.